besluit van de Nijmeegse gemeenteraad over de versmalling van de Graafseweg is uitgesteld. Eerst wil SP-fractievoorzitter Hans van Hooft een nieuw onderzoek naar de diverse mogelijkheden. De bedoeling was dat er deze week een besluit werd genomen over de versmalling van de Graafseweg. Bewoners willen de weg van 4 naar 2 baans. Wanneer het nieuwe besluit wordt genomen is nog niet bekend. Eerst volgde dus dat uitgebreide onderzoek.